De heer Bontebal stond er als eerst. Voorzitter, dank. En mooi om te horen dat de PVV en ook de andere nieuwe coalitiepartijen zoveel waarde hechten aan het CPB. Dus dat belooft heel veel goeds. Maar ik wil even terug naar dat punt van wat er niet is afgesproken. Er zijn best wel wat onderwerpen waar niets over in staat. En ik denk dat je daar goede afspraken over moet maken binnen de nieuwe coalitie. Er zijn twee smaken. Of het is continuering beleid, voortzetting van het huidige beleid. Dat lijkt me dat je dat besproken hebt aan tafel. Of het is een vrije kwestie, waardoor dus fracties hier initiatieven mogen ontplooien in Tweede en Eerste Kamer om iets anders te doen. Daar moet u toch afspraken over hebben gemaakt, want anders loopt het mis. Dan denk ik aan pensioenen. Wat heeft u op het gebied van pensioenen met elkaar afgesproken? Maar ook bijvoorbeeld klimaatbeleid. Klimaatbeleid, we hebben een klimaatwet waarin staat dat 55% CO2-reductie bereikt moet worden. Ik neem aan dat dat staand beleid is en dat dat dus doorgaat. Oftewel, klimaatbeleid wordt niet door de schredder gehaald. Stikstof, blijft de stikstofwet, blijft die in stand? Ik neem aan dat dat staand beleid is en niet een vrije kwestie. De luchtvaart, ik zie al verschillende partijen draadjes twitteren waarin ze hele verschillende interpretaties geven over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Lelystad wel of niet open. Er zijn nogal wat kwesties die niet opgeschreven zijn, maar wel waar grote verschillen van inzicht zijn tussen deze partijen. Kunt u daar wat meer duiding aan geven, ook op de onderwerpen die ik net noemde? Nee, ik kan niet op al die onderwerpen. Dat ga ik ook niet doen, voorzitter. Ik ga niet nou het akkoord erbij nemen en overal zeggen wat er wel of niet is besproken. Dat ga ik niet doen. Over pensioen heb ik al geantwoord. Er staat niks over in het akkoord. Dus ik ga ervan uit dat dat betekent, dat weet ik ook, dat de Kamer daar initiatieven kan nemen. Ja, en verder weet u, wat ik al zei, je wint sommigen en je verliest sommigen. Bij klimaat, ja, bij klimaat vrees ik dat wat punten daar gelaten die we eruit hebben weten slepen, doelstellingen zullen blijven. Ja, dat hebben we dan verloren als PVV. Dus kijk, je moet het ook een beetje met wat logica zien. Op het moment dat wij bijvoorbeeld die doelstelling hadden aangepast, had het er wel gestaan. Dan was het wel zo geweest dat wij daar iets op hebben geschreven. We hebben bijvoorbeeld wel sommige dingen op klimaat wel veranderd. Hè? Ik noem u dat die verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid. Ik noem u dat wij, als het gaat om vissers, dat wij, en dat is toch wel een doorbraak, dat wij als het gaat om windmolens op zee, waar het eerst zo was dat er eerst windmolens op zee kwamen, dat we dan keken wat voor ruimte er is voor vissers, dat er nu staat in het akkoord dat er eerst wordt gekeken naar de ruimte voor vissers en dan pas naar de windmolens. Maar ik noem bijvoorbeeld ook het feit, en heel veel Nederlanders zijn er heel blij om, ik heb er heel veel reacties op gehad als het gaat om klimaat, dat de warmtepomp verplicht installeren, dat wordt geschrapt. Dus er zijn maatregelen, zoals het schrappen van de warmtepomp. Geweldige maatregel. Heel Nederland blij dat ze dat niet meer, dat gekke ding, verplicht hoeven aan te schaffen. U ziet, ik kan het nog steeds een beetje niet laten als ik echt iets daarover vind. Maar helaas, eerlijk is eerlijk, de rest van die gekkigheid hebben wij onze handtekening ondergezet. Ja, voorzitter, het beginnen over de hybride warmtepomp en energie. Het lijkt me gevaarlijk met allemaal energiewoordvoerders hier. Het gaat over de hybride warmtepomp en het zorgt met name bij de laagste inkomens. Ik had er niet over moeten beginnen. Nee, dat is uw eigen schuld. Het zorgt met name bij de laagste inkomens, namelijk die 30% sociale huur, dat daar 50% van de gasvraag afgaat, terwijl ze er zelf niet voor hoeven te betalen. Dus met name de mensen met de laagste inkomens zijn de sjaak door deze maatregel. Overigens, Europa gaat ook met een aanpassing van die richtlijnen komen. Dus die hybride warmtepomp wordt gewoon via Europa alsnog genormeerd in 2029. Dus moeten we dan gaan tegenhouden? Ik denk dat u een kat in de zak heeft hier onderhand. Het punt is, die 55% blijft staan. Dat hoor ik. Het is continuering van beleid. Ja, ik vrees het wel. Op het gebied van klimaat. Elke maatregel die u schrapt moet dus straks gecompenseerd worden met andere maatregelen. En dat zijn maatregelen die doorgaans veel minder fijn zijn. He, dus die windmolens op zee, ik snap dat sommige mensen het voor het uitzicht vervelend vinden, maar als die er niet komen, zullen er andere maatregelen genomen moeten worden die mensen waarschijnlijk vaak meer pijn doen. Beseft u dat? Nou, ik heb niet over de mensen het uitzicht gehad, ik heb het gewoon gehad over vissers. We hebben ook vissers op bezoek gehad. En sommigen stonden het huilen nader dan het lachen. De visserij werd helemaal kapot gemaakt. Wat ze nog over hadden aan kotters en wat ze nog konden doen aan vissen, was bijvoorbeeld als het ging om op de zee, dat zij gewoon daar allemaal van die windmolenparken zaten, waarin zij niet konden vissen, de omgeving gevaarlijk was. Het kostte ze gewoon brood, onze eigen vissers. Dus ik heb het niet over het uitzicht van mensen,
neem ik ook serieus. Maar ik heb het hier over een passage in het akkoord, waarin wij gewoon zeggen, vissers eerst, onze vissers, die moeten een goede boterham hebben. Dat is belangrijker dan die gekke windmolens op zee. En dat is gewoon, dat kun je het hebben over de doelen halen en de doelen halen. Mijn doel is om de vissers niet kapot te maken in Nederland. Om te zorgen dat, mevrouw van BBB, mevrouw van de Plas, die heeft zich daar zo mogelijk nog sterker voor gemaakt. Die heeft ook de naam van visserij als eerste na landbouw in het naam van de ministerie weten te krijgen. Dus wij zijn alle vier, en de BBB en PVV misschien wel voorop, van belang dat we voor die vissers sommige maatregelen zoals deze moeten aanpassen. Heeft niks met uitzicht te maken, heeft met opkomen voor de mensen die al honderden jaren lang bij onze cultuur in Nederland worden en nu helemaal worden kapot gemaakt. Ja, voorzitter, correctie, daar heeft u gelijk in. Hè. Het gaat ook over de vissers, dus dat geef ik u meteen mee. Mijn punt was natuurlijk die 55%. Als je maatregelen schrapt, zul je anderen moeten nemen. Dus je zadelt een bewindspersoon die deze paragraaf moet uitwerken straks op met allerlei nieuwe maatregelen nemen om die 55% doel te halen. Tenzij u zegt, ik ga me er gewoon niet aan houden. Nou, dan hoor ik dat graag. Stikstof, die stikstofwet, wat gaat u daarmee doen? Wat is daar over afgesproken in deze coalitie? Ja, voorzitter, wat er op papier staat. Nogmaals, ik ga niet al die punten nu zeggen. Wat we af hebben gesproken, is wat u leest. Dat hebben we afgesproken. En voor het overige ga ik niet becommentariëren van nationale veiligheid tot weet ik wat dan ook. Het zijn, het is gelukkig een redelijk beperkt. Nou ja, beperkt. Het is een redelijk beperkt. Nou ja, beperkt, voorzitter, ik zeg het nog een keer, akkoord geworden. Maar ik ga niet overal becommentariëren wat wij daar nog verder over hebben gesproken. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt. Dat is de logica die daarvoor geldt. En daar zult u mee moeten doen. En met klimaat, ja, misschien heeft u gelijk, misschien niet. Voor mij is dat in ieder geval reden om in ieder geval deze bewindspersoon niet te claimen als PVV. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, ik ben toch even aan het puzzelen, want er zit een lichte inconsistentie in het altijd zo heldere betoog van de heer Wilders. Kijk. Want aan de ene kant nu over die klimaatdoelen las ik niet in het akkoord dat die bleven staan, die 55%, maar dat heb ik wel nu genoteerd, dat dat helder is en ik voel ook de instemming hierachter. Maar of het nu gaat over stikstof of over hoe we verder gaan met het toeslagenschandaal of hoe we verder gaan met de afhandeling in Groningen, de commissie van Geel, daar staat niks over in. En mijn beeld is nu dat over het één, klimaat, uiteindelijk wel een soort van afspraken zijn. Hè? Die 55% staat, dus hij heeft een aantal dingen bereikt, een aantal dingen niet. Over stikstof gaan we een soort de mist in, of een nieuw soort stikstoffuik. I don't know, we gaan het ontdekken. Maar over die andere dan, hoe zit dat? Nou ja, wat ik al zei net, kijk, we moeten het ook allemaal uitvinden. Het is voor het eerst, ook met een extra parlementaire ruimte voor een kabinet met een eigen programma. Dus het zal, denk ik, hoe het in de praktijk werkt, dat de Kamer in ieder geval alle ruimte heeft voor wat er niet staat. Dat het kabinet, we hadden het er net al over, denk ik wat de logica is, als het echt iets is wat volgens mij ook niet kan, wat in strijd is met wat het hoofdlijnakkoord staat, dat je dan je op glad ijs begeeft. Maar als iets nieuws er is, of er gebeurt iets nieuws, of onderwerpen die u zegt die belangrijk zijn en een oplossing behoeven, dan kan het kabinet, want dat is dan niet in strijd met wat er staat in het hoofdlijnakkoord, met iets komen. En dan zullen dan de ene kant, want het staat niet in het akkoord van ons, misschien met de coalitiepartijen, maar misschien ook met andere meerderheden, niet zijnde de coalitiepartijen of slechts een deel van de coalitiepartijen, zullen ze dan zaken moeten doen. En dat is prima, dat is de bedoeling juist van het extra parlementaire. Maar laten we even zeggen dat de basis moet zijn dat het niet afwijkt van wat daar staat. Maar daar staat niet alles en dus kan het kabinet daar een hoop doen. Ja, voorzitter, maar dan hebben we niet alleen de tekst, dan hebben we ook de cijfers. En dan nemen de zorgen bij mij wel toe, want ik ben het met de heer Wilders helemaal eens dat we werk moeten maken van die lelielijn. Dat je aan de slag moet met de Neder-Saxe lijn, maar ik zie geen geld. Ik ben het met de heer Wilders eens dat we werk moeten maken van de afhandeling van het toeslagenschandaal. Dat we werk moeten maken van de commissie van Geel als het gaat om het rapport als we kijken naar Groningen. Maar er zit geen geld voor in de financiële bijlage. Bent u daar dan ook aan gebonden of mag u daarin gaan schuiven? Ook als wij samen tot meerderheden komen waar we denken dit moet net even een tikkie beter. Kijk, zoals wij ook, dit is dan geen regulier kabinet, maar dit is wel te vergelijken. Je kan alleen maar met wat je hebt afgesproken.
Dus wat op papier staat, de afspraken en de financiële plaat, alleen afwijken als je met z'n alle vieren daarover eens bent. Wat er niet staat, kunnen andere meerderheden worden gezocht, kunnen andere meerderheden worden gevonden. Dat is juist ook het mooie van een extra parlementair kabinet. Dus dat is hartstikke goed dat dat kan. Dat geeft meer ruimte aan ook de oppositie in de Kamer om invloed te hebben op het beleid. Het is niet zo dichtgetimmerd als een regulier meerderheidskabinet. Dat is het verschil tussen extra parlementair en regulier. Maar je moet van de financiële plaat en van de afspraken die op papier staan, kan je eigenlijk alleen afwijken als alle vier de partijen die dat hebben geschreven daar ook mee eens zijn. Ja, voorzitter, maar dan is dat toch wel wonderlijk, want dat betekent dat alles wat gratis veranderd kan worden, dat gaat met z'n allen. En daar kan iedereen wat van vinden. Maar alles wat geld kost in het extra parlementaire kabinet, daar zit de financiële plaat achter. En voor de mensen thuis, dat betekent gewoon dat moet op nul uitkomen. En dat is heel terecht dat je daar niet zomaar in gaat schuiven. Maar daarmee zit het vast. Nee, want je en als kan... u, behalve als deze vier partijen het erover eens zijn, dat je een verschuiving maakt. Dus als je zegt, wij willen die Lelylijn inderdaad verder realiseren, of die Neder-Saxe lijn, of wij willen inderdaad de kinderarmoede verder omlaag gaan krijgen, omdat 2024 nu niet gehaald gaat worden, want hij stijgt door van 4,8 naar 5,3%. En dat betekent 17.000 kinderen meer in armoede. Zeker. Dat is een kwart van de stad Deventer notabene komend jaar. Moet je nagaan. Als je daar meer op wil investeren, zullen al die vier partijen het weer eens moeten zijn. En voorzitter, dan klinkt een extra parlementair kabinet als iets waarin ik meer lucht zie, meer kans zie voor de Kamer. En daar ben ik blij mee. Maar als dat vervolgens eigenlijk gratis bier is naar de oppositie in de zin van, u mag met mooie ideeën komen, maar we veranderen niks aan deze plaat, dan weet ik wel wie hier de onderhandelingen gewonnen heeft. En dat is dan gek genoeg niet de heer Wilders. Nee, maar weet u, kijk, stel dat iets staat op de plaat en er komt wat iets toegevoegd en de coalitiepartijen hebben daar geen moeite mee, dan kan dat gewoon. Dus dat is helemaal niet zo. En u heeft het over armoede. Ik denk dat deze vier partijen ook willen dat die armoede verder daalt. En dat ook wij daarover de komende tijd misschien wel zelf met voorstellen en als het nodig is met corrigerende voorstellen te kunnen komen. Maar we moeten het er wel met z'n vieren over eens zijn. Maar de Kamer heeft, dat is de bedoeling van dit project, heeft meer ruimte om het te doen. Het kan niet de basis raken van de afspraken, maar de regering kan daarbinnen. Daarom komen ze ook met een eigen programma. En misschien hebben ze ook wel voorstellen punten. Ik hoop het eigenlijk wel, dat ze hun eigen stempel zetten op hun eigen akkoord. Dat is ook van hun, niet van ons. En daar kan de Kamer, wat mij betreft, maximaal een rol in gaan spelen.